In de grote groep van reumatische en musculoskeletale aandoeningen zijn er een aantal ziektes die een groot deel van de populatie kunnen treffen. En die hebben dan ook een heel belangrijk sociaal-economisch effect. Wat ik vandaag voor jullie zal doen is kort de nieuwe evoluties toelichten in de behandeling van osteoporose of botontkalking en osteoarthrose of gewrichtsslijtage. Mijn naam is Rick Loris, ik ben reumatoloog, werk aan de Universitaire Ziekenhuizen te Leuven en ben onderzoekshoogleraar aan de KU Leuven. Ons onderzoekswerk richt zich op het begrijpen van weefselhomeostase in het gewricht en is daarom relevant voor deze twee aandoeningen. Voor alle transparantie is het nodig dat ik jullie even deze informatie meegeef. We werken als wetenschappers samen met een aantal bedrijven die actief zijn in het terrein van deze aandoeningen. In het bijzonder de bedrijven Galapagos en SamenMed. Daarnaast wordt ons onderzoek gesteund door heel wat instanties waar we bijzonder dankbaar om zijn. In het bijzonder aan het FWO. Arthrose. Osteoarthrose of gewrichtsslijtage is een heel belangrijke aandoening. En toch heeft het een hele tijd geduurd vooraleer de grote gemeenschap besefte dat het hier gaat om een ernstige ziekte. Nochtans zijn de cijfers ontzagwekkend. Meer dan 200 miljoen mensen over de hele wereld worden erdoor getroffen. Arthrose heeft een enorme impact op het functioneren. Het leidt tot pijn en tot verlies van functie in de gewrichten. Er zijn bovendien op dit moment geen goede behandelingen voorhanden. Met andere woorden, er is een hoge nood om hierin vooruitgang te maken. Wat gebeurt er bij arthrose? Het gewricht gaat progressief verslijten en verliest daardoor zijn functie. Het is nochtans niet gewoon een aandoening van het kraakbeen of het bot, maar echt een aandoening van het hele gewricht, waarbij ook bijvoorbeeld ontsteking een belangrijke rol kan spelen. Het eindresultaat is dat de structuur van het gewricht beschadigd wordt en dat je daardoor een verminderd functioneren krijgt en pijn. Arthrose is eigenlijk te beschouwen als een uitkomst. Er zijn namelijk verschillende manieren waarop de ziekte kan verlopen en tot stand komt. En ook de risicoprofielen van de individuele patiënten zijn sterk verschillend. Met andere woorden, we mogen ook niet verwachten dat een behandeling voor elke patiënt dezelfde zal zijn. De grote uitdaging in het zoeken naar een behandeling voor arthrose is het evenwicht vinden tussen effecten op pijn aan de ene kant, wat het belangrijkste symptoom is, en anderzijds het bekomen van effecten op de structuur van het gewricht, namelijk het bewaren van de architectuur. Dat laatste ga je niet onmiddellijk voelen en is daardoor een horizon die wat verder weg ligt. Wat zien we nu? Dat in de reeks van nieuwe behandelingen dat sommige meer of uitsluitend op pijn zullen werken, terwijl andere zich meer op die structuurveranderingen gaan richten. En dat is een uitdaging om dat dan uiteindelijk naar de patiënt te brengen. Wat hebben we ook geleerd? Dat pijnbehandeling op zich geen eenduidig gegeven is. Bijvoorbeeld in de voorbije jaren is naar voren gekomen dat het gebruik van zware pijnstillers eerder negatieve effecten kan hebben op lange termijn. Wat is er nieuw? Wel, voor het eerst is er een biological in ontwikkeling voor de behandeling van arthrose. Het gaat hier om een antilichaam gericht tegen nerve growth factor. Dat is een groeifactor die zorgt voor de aangroei van pijngevoelige zenuwen. En in het proces van arthrose komen die pijngevoelige zenuwen progressief aanwezig te zijn in het gewricht. Het effect daarvan is meer pijn. En dit is dus een heel doelgerichte strategie om precies tegen dat aspect van de pijn in te gaan. De studieresultaten op pijn zijn veelbelovend, maar vergen wat nuance. In een kleine, maar niet onbelangrijke subgroep van de patiënten in deze studies blijkt dat ze onder deze behandeling soms een versnelde progressie van de ziekte hebben, waarbij het gewricht sneller beschadigd geraakt. En daarom is het op dit moment een heel onduidelijke vraag of deze behandeling het helemaal tot de kliniek gaat maken, dan wel of enkel bepaalde subgroepen van patiënten in aanmerking zullen komen. Een tweede aanpak richt zich vooral op structuur. Spriefermin is een groeifactor. Een groeifactor die in het gewricht kan worden ingespoten. Het idee erachter is dat dit op een biologische manier inwerkt op het kraakbeen en de kraakbeenstructuur en eigenschappen zal bewaren. De grote uitdaging is hier te kijken hoe die structuurverschillen, die je nu kan beginnen zien in de klinische studies, zich ook gaan vertalen in minder pijn en beter functioneren. En het antwoord op deze vragen blijft voorlopig nog achterwege. Momenteel gaan deze studies de laatste fase in om ook echt hun effect in de kliniek te gaan bewijzen. En of deze groeifactor ooit op de markt komt voor de behandeling van arthrose, zal hiervan afhangen.
Een laatste molecule dat op dit moment in ontwikkeling is, heet lorisivivint. En dit is een specifiek molecule dat gaat inwerken op een signaalkaskade waarvan we weten dat ze een heel belangrijke rol speelt in het pathologische proces van deze ziekte. Dit molecule wordt momenteel ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf Sumimed, maar is eigenlijk gebaseerd op een reeks ontdekkingen die onder andere in onze onderzoeksgroep tot stand zijn gekomen. Met dit molecule is aangetoond dat je op zijn minst in diermodellen en in verschillende soorten in vitro cel-experimenten je een gunstig effect hebt op het bewaren van de kraakbeenstructuur. Momenteel is dit molecule in zogenaamde fase 3 klinische studies, wat betekent dat na een zoektocht naar de juiste dosis men nu het effect probeert aan te tonen. Het voordeel van deze aanpak zou kunnen zijn dat er zowel op pijn als op structuur gewerkt wordt. Naast artrose is ook osteoporose of botontkalking op populatieniveau een enorm belangrijke aandoening. De karakteristieken van deze ziekte zijn een progressief verlies van de kwaliteit van het bot, waardoor het skelet kwetsbaarder wordt voor fracturen. En die fracturen die leiden tot pijn en tot verlies van functie. Het is typisch een ziekte van de oudere populatie en is niet alleen gekoppeld aan het verouderingsproces, maar ook aan bepaalde hormonale factoren. De belangrijkste fracturen bevinden zich ter hoogte van de heupen en ter hoogte van de rug. En op het plaatje kan je zien wat er met het bot gebeurt. Het bot wordt dunner en daardoor kwetsbaarder. Er zijn reeds heel wat behandelingen beschikbaar voor osteoporose. Maar deze richten zich nagenoeg allemaal op het verhinderen van de botafbraak. Botafbraak maakt ook deel uit van een natuurlijk proces waarbij het bot moet vervangen worden. En dus hebben we geleerd dat door een langdurige behandeling met botafbraakremmende medicaties je soms abnormaal bot krijgt wat dan op zijn beurt opnieuw gemakkelijker breekt. En dat is iets wat we in zo'n lange termijnsbehandeling willen vermijden. Daarom is er nu aandacht voor nieuwe strategieën. Nieuwe strategieën die zich niet langer op de botafbraak, maar wel op de botopbouw gaan richten. En soms brengt onderzoek duidelijkheid. Deze schedels zijn afkomstig van verschillende types mensen. De normale schedels bevinden zich aan de linkerkant, de abnormale schedel aan de rechterkant. Wat is er abnormaal in de schedel aan de rechterkant? Dit is afkomstig van een patiënt die een bepaald molecule, sclerostine, niet heeft. Dit sclerostine is een molecule dat de bot aanmaak remt. De nieuwe behandeling, die nu op de markt komt en luistert naar de naam Evinity, is een behandeling die specifiek een antilichaam vormt dat zich gaat richten tegen dit sclerostine. Door dit sclerostine te blokkeren, zal de botaanmaak gestimuleerd worden. Dit is een hoopvol verhaal dat het op dit moment inderdaad gaat naar de kliniek brengen, maar ook hier is een beetje nuance vereist. We moeten namelijk op langere termijn zien hoe deze behandeling zich gaat standhouden en wat eventuele lange termijn nevenwerkingen zullen zijn. Ter conclusie. We staan vandaag nog steeds voor grote uitdaging in de behandeling van heel vaak voorkomende ziekten zoals osteoartrose en osteoporose. Vooral de medicamenteuze behandeling van artrose blijft een enorme uitdaging. Maar er zijn momenteel een aantal hoopvolle ontwikkelingen waarbij de laatste fase studies nu zal moeten aantonen of deze medicaties het ook daadwerkelijk tot de klinische praktijk brengen. Voor osteoporose is er misschien een nieuw tijdperk aangebroken, omdat we voor het eerst een goede, effectieve behandeling lijken te zien die de botaanmaak zal stimuleren eerder dan de botafbraak te remmen. Dank u voor uw attentie.